Ze kunnen het bijna niet geloven. Met 2-1 winnen van een eredivisieclub. Olé, olé. In de kleedkamer begint het nagenieten. Ik ging naar Fox Sport, onze eigen wedstrijd. Ja. Hoe ben je dat om terug te zien dan? Ja, geweldig man. Het is genieten van zulke dingen. Het maakt hij niet vaak meer mee, dus is mooi. Echt mooi. En dan fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. En barst het feest los hier in de Adelaarshorst. Iedereen rent ook naar die supporters toe. Prachtig om te zien. Verliezer Go Ahead Eagles speelt in de eredivisie, boven alle andere divisies. Jodan Boys, gisteren de winnaar, speelt maar liefst 4 klassen lager, in de hoofdklasse. Vanochtend vroeg wordt doelpuntmaker Levi Marengo wakker gemaakt door zijn zoon. Het was een kort nachtje. Ik viel pas in slaap om 4:45 door alle adrenaline, berichtjes in je telefoon, nog eventjes doorkijken. Het is nog steeds een beetje moeilijk te geloven allemaal. In de bus terug naar Gouda wordt gezongen. En terug bij de club volgt een warm onthaal. In 1 uur stond ons hele tweede veld stond helemaal vol met supporters. En ik vond dat ook, ik dacht, bizar. Al die mensen moeten morgen gewoon werken, naar school en alles. En ze staan ons hier gewoon op te wachten. Ja, echt top. Donderdag wordt geloot wie de volgende tegenstander is. Je weet nooit hoe ver we kunnen komen. Maar het mooiste scenario zou zijn Ajax in de finale in de arena.